Hallo allemaal, wij zijn nu aangekomen in Üsküdar. Ja, want we gaan naar Kütükülese, oftewel de Maiden's Tower. De Maiden's Tower. Het is voor ons ook de eerste keer. We wonen hier al 14 jaar, 10 jaar jij, maar nooit geweest. Maar dat is altijd zo. De Istanbul gaan er niet echt naartoe, maar we zijn wel heel benieuwd. En we gaan zo wat vertellen over de legendes. Ja, het zijn twee legendes wat wij dan weten en gehoord hebben. En ja, die gaan we jullie zo even uitleggen. Dus we gaan nu eerst even met de kleine bootje gaan. Gaan we naartoe. De wapoer. Je hebt de kaartjes gehaald? Ja, 20 liter per persoon. Zo. We zijn nu dus aan het wachten op het bootje. Elke 15 minuten komt hij. Dus we dachten, nou, we gaan meteen even een beetje die legendes vertellen. Nou, de eerste legende is, er is een vader met zijn dochter. En er is hem verteld door een heks dat zijn dochter op haar 18e dood zou gaan aan een slangenbeet. Dus waarschijnlijk heeft hij dus deze toren gebouwd en haar opgesloten in de toren, zodat ze veilig zou zijn van de slangen. Dat er geen slang bij haar in de buurt kon komen eigenlijk. Ja. En toen op een gegeven moment is ze dan toch even goed overleden op 18e verjaardag door een slangenbeet. Want was een fruitmand gekomen? Ja, die vader had een fruitmand. Eigen vader die had een fruitmand gebracht voor de 18e verjaardag. Ja, en daar zat dus een slang in en uiteindelijk is ze daar een overleden. Echt een happy story. Ja, dat is één verhaal. De andere is het mooie liefdesverhaal. Die vind ik zo mooi. Ja. Ik hou even mijn verhaaltje erbij, want dat kan ik allemaal niet onthouden. Maar de andere legende gaat over Hero en Leandros. Was een verliefd stelletje. Zij zat zelf op de toren. Hij kwam elke nacht kwam hij zwemmen. Zij had dan zo'n torch aanstaan. Dus dan wist hij precies waar hij heen moest zwemmen op dat moment. Op een dag was het zo slecht weer, heel erg storm. Zag hij dat licht niet, is hij verdronken. En op een gegeven moment spoelde zijn lichaam heel zielig aan op het eiland. Doordat wordt de toren ook wel eens Leander's Tower genoemd door de legende. Het andere verhaal is dat hij gewoon gebouwd is om de boot te laten zien waar ze moeten varen. Nee, het is die tweede. Die vinden we het leukst. Die vinden het mooiste. Ja, die vinden het mooiste. Hè? Daar heb ik geloof ik binnen ook wat over. Dus dat ik ben benieuwd. Nou, we zijn nu hier aangekomen en dit zijn eigenlijk best wel leuke feitjes. Want er staat hier ook in het dat er een keer een film is gemaakt over Lovers of the Maiden Tower in 1993. Dus ik ga ik op zich wel kijken dan nu. Nou, we zijn nu hier binnengekomen en daar heb je een restaurant en kan je lekker eten. En nu gaan we naar boven en dan gaan we kijken wat daar is. En daar kun je ook lekker drinken. Dus we gaan even kijken. Het ziet er wel apart uit. Het zullen wel een paar trapjes zijn, hè? Als je wilt, kan je hierachter een kostuum aantrekken en dan maken ze hele leuke foto's, zoals Sultan of whatever you want. En ja, die kan je natuurlijk dan bestellen, dus dat is hier. Nou, zoals ik net vertelde over die legende over Hero en Leander, dat hij aanspoelde dood. Ja. Daar is op de foto van. Heartbreaking. Echt, hè? Echt zielige verhalen eigenlijk wel. Doe je zo je best om je kind te beschermen en ja, zoals je ziet. Slangenbeet was fataal. Ja, blijkbaar zijn er meer legendes. De legend van Batal Gaze, wat ik dus helemaal niet wist. Dus als je hier komt, dan moet je maar even kijken in welke legende je gaat geloven. Dit is er ook weer een. Ja, het blijft allemaal echt een raadsel. Nou, we zijn nu helemaal boven aangekomen en hier heb je dan een restaurantje of een barretje en dan kan je lekker drinken met mooi uitzicht natuurlijk. Dus we gaan nu even naar buiten. Zaten. Er is niet zo heel veel te zien, maar het is wel leuk om te zien en het is zeker aan te bevelen om in de zomer te gaan. Ja, want de wind is echt normaal, het is koud vandaag. Ja. Entree nogmaals, 20 lieren. Er is een speciaal bootje waar je dus ook betaalt meteen voor de entree. Ja, je bent er zo. Ja, erin is een restaurant en wat te drinken. En gewoon om legendes te zien en hoe het is ontstaan is het wel leuk om te kijken. Dus. Nou, vergeet niet te liken en ook niet te delen. Doei!